Hipster, bakvis, Kenau. Zomaar een greepwoorden die naar mij geroepen worden op een dag. Ja, ik ben anders en ja, ik wil anders zijn. Ik fiets op een zandpad langs bomen en struiken onderweg naar huis. Ik heb een lange dag school achter de rug. En dan luister ik naar mijn muziek. En als ik de muziek echt voel, dan zing ik een stukje mee. Het is een nacht. Ik kan hier echt van genieten. Het raar is, zou je denken. Moet je toch zelf weten als je dat wil doen? Maar mensen kijken me aan alsof ik gek ben. Vorige week had ik een mooi rokje aangetrokken naar school, voelde me er zo comfortabel in, totdat ik bij biologie kwam. Mijn docent keek me aan en deed alsof ik gek was. Hij zegt: Elise, het is koud. Heb je feest of zo? Ik heb er geen aandacht aan gegeven. En ik dacht bij mezelf, elke dag is het toch een feestje als je leeft? Bij mij op school heeft niemand een pony. Ik heb een pony laten knippen vorig jaar. Het was abnormaal, omdat iedereen toch hetzelfde moet zijn bij ons op school. Ik heb het gedaan als een statement. Je mag zijn zoals je wil zijn. Deze gebeurtenissen overkomen waarschijnlijk iedereen wel eens een keer. Maar het is toch eigenlijk belachelijk dat dit gebeurt. Nederland is een land waar iedereen zichzelf mag en moet kunnen zijn. Alles wordt getolereerd. Ik wil graag dat het echt werkelijkheid wordt en dat het niet bij de woorden blijft, maar bij de daden. Door deze boodschap raak ik misschien tien mensen. En ik hoop dat die tien mensen weer tien mensen bereiken, zodat we honderd mensen hebben. Zodat iedereen weet dat hij zichzelf mag zijn. Dat het oké okay is als je jezelf wil zijn.